Johan. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het maken van de Choicy. Hoe ziet zijn week eruit? Wij maken iedere dag daghandel. S'ochtends door een computer kan ik zien wat onze orders zijn. Aan de hand daarvan ga ik een plukschema maken. En daarna maken ik Choicy Diamonds voor een ander afzetkanaal. Bijvoorbeeld in dozen of op water. En daarna afleveren van de daghandel voor 10 uur 's ochtends. Johan zorgt dus voor de Choicy's die je achter hem gemaakt ziet worden. Het leukste vind ik de diversiteit van de orders. De ene bloem gaat in de Choicy in, de andere bloem gaat in de diamond, de andere bloem gaat weer in een ketting. En gewoon het sturen en het puzzelen van welke bloem waarheen moet, dat vind ik het interessant. De Choicy is ook een kleine puzzel op zich. En nadat de gerbera's in de houder zijn gestoken, wordt deze in een hoes gedaan. Via een lopende band komt de Choicy aan bij zijn laatste station. Wat zou het moeilijkste zijn aan Johans werk? Het moeilijkste is als je met grote mensen aan het werk bent, dat iedere persoon moet goed aangestuurd worden. Als er één iemand de verkeerde bloem plukt, dan heb ik aan problemen met het afkrijgen van mijn orders. Terwijl ik die bloem pas 's avonds nodig zou hebben, heb ik 's ochtends de verkeerde bloemen in de hal. Deze Choicy's zien er super uit. Nadat de Choicy een hengsel heeft gekregen, worden ze op kleur in een emmer gezet. Uiteindelijk zorgt Johan ervoor dat de karren vol met Choicy's klaarstaan voor transport.